Goeiedag. Goedemiddag. Middag, dag. Wat is dat? Ik weet het eigenlijk niet, hè? Jawel, dat is een stang, hè? Ja, oké. Wij gaan vandaag... Hier is het er, zo hebben we zo uit, stang. Ja, een stukje. Eiland. Hey. Je hebt mooie hoopjes gemaakt daar. Ja, nou moet ik nog zo doen. Top. Dus we hebben alles om Leonardo te maken. Nee. Ja, de zware dree. Ik kan vandaag niet zo stijgen. Graag, Armin. Kunnen we mee dragen. Het niveau ligt niet hoog vandaag. Jawel. Wat ik zei dus. Ja. Dus wij gaan nou Leonardo maken en dan gaan we 6 cabrio rijden. Want kijk naar het weer. Het is zomer. Oh. Kijk wat een schoon weer het is. Het is perfect cabrio rijweer. Ja. Dag jongens. Nee, je moet geen schrik hebben van de camera. Zijn kamer. Hier niet, jongen. Of jij door wie? Wat een schattige visjes. Oké, dag jongens. Nee, ik probeer het aan. Mag ik jou aaien? Wel vriendelijk dat je het vraagt. Dat kan nog niet aan. Pier, kom ik gewoon voorbij. Ik ga niet met Pier. Dus terwijl Dre varkens uit en hand de grond keert, gaan we hem aan een groen ding beginnen. Nee, hey Dre, bedankt hè. Zo Dre, zullen we gaan beginnen hè? Nieuwe jaar weer. Oké, dank je Dre. Dus we gaan deze kant beginnen, want dat is het handigste. Want hier hangt alles al bijna los. Dus die moet eraf. En dat moet erop. Ik snap niet in daar. Eigenlijk gaan we dat gewoon terug naar lassen. Ja, gewoon duct tape rond. We gaan beginnen met deze kamer erin. We moeten hier ergens onderin zal je het vastzetten. En dan de stukjes die afgebroken zijn, moeten er ook afhalen. Want ja, anders gaat het niet, hè. Ik vond het wel mooi anders. Zo, de kant die was afgebroken is weer zo goed als nieuw. Wel een beetje donker hier. Dus die is nieuw. Die. Stang hier zo. En dan de draagarm zelf is nieuw. Dus terug, kijk goed, zit ze maar terug vast. We kunnen bijna terug rondrijden. Alleen de andere kant nog doen. Deze kant. Hier zit er nog alles onder. Hout is een los, buiten de ene krijg je niet los. Welke? Die. Dus wij gaan nou even deze kant het wiel terug opzetten. En dan kunnen we hem laten zakken. Aan deze kant en dan de andere kant hoger doen. Beetje henniger. En cabrio. Weer gaan we nog een stuk. Nee, en toch gaan we nog cabrio rijden, zelfs. Elektra. Wij gaan cabrio rijden, zeg ik. Ja, ik ben volgehouden. Doet nog niks. Nee, we gaan eerst een toertje doen. Cabrio wordt er gereden. Deze kant is al tip-top in orde. Nieuwe draagarm en alles. De andere kant. Die was niet kapot of zo, maar uit voorzorg vervangen we dat toch voor degene die de auto koopt. Het zijn niet gekloot, want je hebt 2 nieuwe draagarmen, nieuwe stabilisatorstang, groot onderhoud gehad, een dak dat open gaat en een felgroene auto. Wat wil nog meer in jouw leven? Nee, Dre? Nee. Je wilt een Leonardo in jouw leven, geen Ferrari. Je moet het ding proberen te verkopen, hè? Zij gaan onze kijkers Ferrari's kopen dan, hè? Ja, dat is mooi dan. Ja, maar dan zitten wij nog altijd met Leonardo. Nee, want dat is altijd een gek die een Peugeot koopt. Oké. Tont. Dus als iemand van jullie reageert, Dre heeft jullie gek genoemd. Nee, dat is niet gek. Jawel, je zei een gek die onze Peugeot koopt. Dus als iemand die koopt, die kijkt, dan vind ik het een gek. Ja, want ze kunnen voor dat geld kunnen ook een Ferrari kopen. Dat is waar. Wel niet ene die zo groot is als deze, maar... Vervaren, hè? Wel naar schaal 1 op 4 en 5. Nou, ik zeg toch niet zo groot als deze. Maar dus, voor 1000 euro is deze prachtige verlaagde... Nee. Dat is dreemmodus. De prachtige verlaagde Peugeot, zoals aan deze kant, kan die van u zijn. Schoon leer interieur. Hij wordt nog helemaal gepoetst door Dre Custer's poetsfirma. Lasters.
Twasters. Live sign. Trainer nog iets te zeggen over deze prachtige Peugeot? Buiten zijn moeten kopen? Ja, dat je die moet kopen. Geen Ferrari kopen, want hij had er toch niks aan. Dit is veel sneller dan een Ferrari eigenlijk. Ja, en betrouwbaar. Dat zit niet kapot, dat ding. Nee, dat gaat nooit kapot. Nee, dus wij gaan... Heb je nog geen zakken mee gehad? Nee, nog niks aan gehad. Nee, dus wij gaan nog even verder werken aan het ding. En dan poetsen. Woe! Tree, hoe gaat hij hier? Hoe gaat hij hier? Weet ik niet. Ik zit er half in. Ja, moet mijn hamer opkloppen, jongen. Bijna. Ja. Opstaan. Kijk van mij eens. Hier zit hij ook al onder. Maar het licht is heel slecht. Maar dat blinkt daar. Maar voor de rest was hier alles nog heel. Dus de rest ook naar gekeken. Ziet er helemaal keigoed uit. Gewoon een keigoede wagen. Dus keigoede wagen. Voor 1000 euro kunnen die gewoon niet sukkelen. Hij is niet gevaarlijk. Hij is afgevaarlijk. Oké, Dre. We kunnen er zelfs nog wel een radiootje bij geven. Ja, we nog wel ergens liggen. Ja. Nou ja, ook wat misschien wel interessant is voor sommige mensen. Deze auto is voorzien van hier ergens onderin subwooferkabels. Zie je daar. Dus als je jawij wilt maken in een cabrio, de kabels liggen er al. Voor 2 subwoofers. Die krijg je er wel niet bij. Die hebben we niet. Jawel, ja, 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 we hebben er alle twee ene, maar die gaan we niet meegeven. Voor 1200 geven ze wel alle twee mee. Oh, oh, dat is, mijn is wel een echte duur. Denk ik. 3. Het laatste boutje. Dat is een fase. Hey, nou het wieltje nog. Ferdinand. Ferdinand is aan het poetsen. Dus we gaan nou het wieltje erop zetten. En dan dat ding terug op de grond zetten. Rap gaan tanken een beetje. En dan naar huis. En hem gaan wassen. Wasters. Wasters. We zijn klaar, hè? Maar het werkt in de ruitenwissers. Hey, dat werkt niet bij alle Ferraris, hè? Dit is luid, jongen. Zelfs het hap kan niet meer rijden. Zie. Echt leuk. Ja. Maar het komt ook misschien omdat je geen isolatie hebt. Die is schattig. Dat is een stormboard. Die is schattig. Dus hij staat weer op zijn eigen wieltjes. Daar dan mee. Eerst niet af. Ik kan hem wassen. Jawel, thuis. Ja. Of ja, bij u thuis. Eerst deze opstijgen. Ja. En dan gaan we wassen. Dan ligt een kapje. En ik niet. We zijn er geraakt. Kijk, zijn we dan? Trey wilde ik ook een rondje rijden. Ja, ik wil muziek op de duur. Ja, ik was aan het afspelen op de duur, kwam de geest dus, tussen. Twee matten. Nan en ik zaten, Nan en ik zaten dus in de Peugeot. Kei rustig. Kakelwinkel Peters luisteren ineens. En muziek af. Hij zet die terug op. Doet weer af. En toen ineens. Ik heb 2 matten in mijn oude jas. En hij deelde mijn muziek opzetten. Ja, dat is schoon. Dit is een sportief beestje. Sportief pootje. Zo, we zijn terug. Trey heeft ook nog een testritje gemaakt. Het dakje is dicht. Hij staat hier schoon. Het enige wat we nog misschien moeten bijwerken is dit. Maar dat gaat... Dan gaan we kijken of degene die het koopt of die dat wil of niet, dat we erbij werken. Trey. Was het weer? Dille. 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 Hey. hij haalt niet toe. We hebben ook nog een naam aangesluiten. Naam? Einde. Ja. Het is einde. En Dylan wil het niet. Ja, like, abonneer en tot ziens. Doei. Doei. Dank Dylan. Doei.